Nate, je hebt het NK tot en met 12 gespeeld en je bent vierde geworden op Papendal Golfclub. Hoe voelt dat? Oh, mooi. Het voelt echt goed. En hoeveel deden er mee? 18. Dus je hebt wel echt goed gedaan? Ja. Heb je ook nog anders voorbereid op die wedstrijd dan dat je normaal doet op een wedstrijd? Ja, ik zou de dag daarvoor voorspelen. Alleen, het kon helaas niet, want het was een storm. Maar wel gewoon in een baanboekje schrijven. En dan gaan we nu hol 6 op de hoge klei spelen. Nee. Vanaf geel. Dat is je favoriete hol, heb ik gehoord. Ja. Wat vind je er zo leuk aan? Ja, hij is gewoon kort. Je kan er een birdie maken. Zo vind ik het ook een mooie hol, want je speelt terug naar het clubhuis. Laat maar zien. Geweldige afslag op hol 6. Ja. Hoeveel meter heb je nog over? 130. Nou, dat is een hele goede bal dan. Ja. Je bent vierde geworden, dus heb je het ook nog gevierd op een speciale manier? Ja, gewoon met vrienden. Gewoon die vriend was daar ook, die deed ook mee aan de wedstrijd. Oh, dat leuk. Dat is wel mooi. Leuk. En wat is je beste ronde tot nu toe? Dat is een goeie. Ik denk ook wel op de Edison. Ja? Die ik ook een beetje nog weet. Dus rondje 85. Oh, netjes. En wat wil je later worden? PGA professional. Oké. Professional golfer. Nou, laat maar zien dan. Wie vind jij de beste golf van de Hoge Klei? Ik denk toch wel Bob Geurts. Ja, dat is wel echt goed, hè? Ja. En heb je ook nog tips voor andere jeugdleden? Ja, gewoon als er ook een mindere dag is, gewoon door blijven gaan met trainen. Dat heb ik ook gedaan. Het ging wel eens een week een keer niet goed, maar ik ben daarna gewoon door blijven gaan. En toen toch op het resultaat gekomen van het NK. Een mooie vierde plaats. Nou, mooi gedaan, zeker. Ja. Heel gaaf. Nou, dankjewel. We hebben nog een put over. Ja.